Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto boven Nederland weinig wolken, maar op de Noordzee ligt wel een wolkenpluk klaar. En die trekt vanochtend over. Dus vanochtend geregeld zonneschijn, maar ook wat wolkenvelden. En op een enkele plaats kan een bui vallen, maar op veel plaatsen verloopt de ochtend droog. De wind waait vanuit het zuidwesten, is matig tot vrij krachtig aan zee, windkracht 5. En ook vanmiddag zien we een afwisseling van zon, stapelwolken en een enkel buitje. En het wordt vanmiddag ongeveer 9 graden. Vanavond raakt het geleidelijk aan bewolkt, kan er misschien ook nog een bui vallen en de temperatuur daalt naar 6 tot 7 graden en de wind waait nog vanuit het zuidwesten. Morgen begint de dag grijs, bewolkt en regenachtig, maar van het zuidwesten uit klaart het op en komt de zon erbij, maar ook in de middag kan er nog een bui vallen. Het wordt morgen 8 of 9 graden. Dinsdag, woensdag en donderdag blijft het overwegend droog, er kan een enkel buitje vallen. De temperatuur gaat geleidelijk aan omhoog naar 10 graden en dat is vrij zacht voor de tijd van het jaar. Dit is Diane Boy van Weerplaza.nl.